In de tweede aflevering van Helden loop ik een week mee met de vrijwilligers van de Voedselbank in de Beeld. Deze vrijwilligersorganisatie deelt één keer per week voedselpakketten uit aan mensen die onder het minimuminkomen leven. In totaal werken er zo'n 60 vrijwilligers. Kijkt u mee naar de Helden van de Voedselbank. We zijn uitsorteren wat we binnen hebben gekregen over het weekend. Dan doen we dat per soort van vlees. En we kijken naar de datum. En dan zetten we hier weer een datum erop wanneer het hier ingevroren is. Want we houden hier dus bij de hoeveelheden. Dan kunnen ze voorbereiden voor de uitverdeling van vrijdag hoeveel er een voorraad is. We zijn ook gecertificeerd, dus we moeten ook echt alle datums moeten kloppen en alles moet ook schoon zijn. We hebben een hele lijst met wat we eigenlijk allemaal schoon moeten maken. En dan komen ze één of twee keer in het jaar. Eén of twee keer in het jaar komen ze dan een steekproef doen. Zoals de deur knoppen en de gekste dingen moeten hier schoonmaken. Ja. Nog niet geteld. Wat vindt u ervan dat er zoiets als een voedselbank eigenlijk bestaat? Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, heel praktisch. Ik bedoel, dat komt nou goed terecht bij mensen die het nodig hebben. En daar is zo'n organisatie als de Voedselbank natuurlijk heel goed voor. En ik denk op gemeentelijk niveau moet je daar niet aan beginnen. Het is heel prettig dat dat particulier ingevuld wordt eigenlijk. Ja. Dus ja, ik heb het idee dat ik hier zinvol mijn tijd sta te besteden. Maar een kleine hoeveelheid deze dag. Wij zijn chauffeurs van de Voedselbank en wij doen dat nu op maandag. Dat betekent dat wij naar twee winkels gaan waar we kratten voedsel meekrijgen die speciaal voor de Voedselbank zijn. Wij staan wel onbekend dat wij noeste werkers zijn. Dus André en ik praten niet zoveel. Gewoon hard aan de slag. Tijd weer klaar. Ik heb hier tofu. Tofu. En dat is op zich vegetarisch, ja. Maar mensen die niet vegetarisch zijn en gezond eten, eten ook tofu. Ja, maar we doen het dan toch bij de vega. Omdat we daar zo weinig hebben anders. Ja. Okay. Ja. Hoe ben je erop gekomen om bij de voedselbank te gaan werken? Ja, ik wil eigenlijk ook iets terug doen en het geeft natuurlijk altijd wel een goed gevoel. Ja. Dat je ook iets terug kan doen. En ik vind het ook gewoon lekker om bezig te zijn. Ja. En ik vind het mooiste natuurlijk op vrijdag de uitgifte te doen. Dat je ook daadwerkelijk de mensen zelf ziet. En dat je daar ook, het geeft echt een voldoening het werk dat je doet. Soms heb ik wel eens op mijn werk dat ik dan denk, oh ik moet nog 3 uur. Maar dat heb ik hier niet. Die taarten, moeten die niet voor? De taarten. Ik heb ze juist opgehaald. Moet die daar blijven? Volgens mij wel. Oké. Oké, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 runs. En dit gaat allemaal naar Utrecht. Merk je bijvoorbeeld dat veel vrienden of vriendinnen van jou ook vrijwilligerswerk doen? Hebben ze daar tijd voor? Nee. Nee. Nee, bijna niemand. Hoe komt het dat jij er wel dan tijd voor hebt, zeg maar, en zij niet? Omdat ik er eigenlijk heel bewust voor kies. Dus gewoon 1 dag minder werken en daar iets terug van doen. En sommigen kiezen daar natuurlijk niet voor, dat ze liever wat meer geld hebben in de maand. En dat heb ik dan wat minder. Ik hou wel van mooie spullen hoor, daar niet van. Ik heb hier geen verwachtingen dat ik de Nederlandse maatschappij kan veranderen of zo. Maar het is gewoon prettig om een klein steentje bij te dragen, ja. Ik ben zonder betaalde arbeid sinds 1,5 jaar. En ik dacht, ik wil me op een manier ten dienste stellen zonder daarvoor betaald te worden. En ik vind dit een heel goed idee. Dus het feit dat er producten zijn die over zijn, anders worden doorgedraaid.
maar die nog heel goed te gebruiken zijn. Om die aan te bieden aan mensen die het niet zelf kunnen betalen. Dat vind ik een prima idee. Dus dat is mijn voornaamste motief. En ik vind het leuk om auto te rijden. Dat scheelt ook. Ja. Ik wil wat doen voor de samenleving. En niet met mijn armen over elkaar achter de geraniums gaan zitten, hè, naar mijn pensioen. Dus mens moet wat. Geeft dat voldoening om... Jazeker, ja. En hoe is de samenwerking? Nou, roei je een gevaarlijk probleem aan. Nee hoor, dit gaat hartstikke goed. Ja, het is gewoon leuk. Ik denk dat voor al die mensen hier geldt dat ze graag iets doen voor de goede zaak. En dat geeft moeiteloos een band. Het is hier altijd erg gezellig. Ja, vind ik ook. Ja. Ja. Op woensdag rijd ik mee met de koelbus als de chauffeurs van die dag langs de supermarkten gaan. Deze neem ik aan ook. Jij draaien? Hij draait achter. Even temperaturen. Ja, hij is goed. En een paar lege weer. Tom en Rob rijden elke woensdag samen op de bus. Nu op naar de Spar. Tom als bijrijder en Rob als chauffeur. Ja, het is gewoon hartstikke leuk. Hè? Ik bedoel, je doet medemensen iets goeds voor de medemens. Dus ja, wat wil je nog meer eigenlijk? En vrijwilligerswerk, ja, dat heb ik toch wel willen doen. Maar ik vind het bij uitstek gewoon ontzettend leuk eigenlijk. Voor mij net zo. Op een zeker moment dan ben je gestopt met werken. En dan denk je, ja, wat zal ik gaan doen? Nou, ik heb hobby's genoeg. Maar ja, dan wil je toch iets terug doen voor de samenleving. En als je dan ziet dat sommige mensen het zo moeilijk hebben, dat ze voor minder dan 42 euro in de week te besteden hebben. Nou ja, ga zelf maar eens een keer boodschappen doen. Dan zal je zien hoe weinig 42 euro is. En dan moeten ze dan de hele week van rondkomen. Hoe is het met je? Ja, goed. Nee, het was niet goed met je. Ja, nee, nou weer wel. Ik ben aardig hersteld weer. Ik werk nou weer 5 dagen, 4 uurtjes per dag. Nou, fijn. Hey. Hoi. 1 krasje erop? Ja, groente. Mooi. Er staat nog een krasje, maar dat neem ik niet mee. Hoezo? Ja, dat ziet er niet uit. Op vrijdag worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de uitgifte van de voedselpakketten. Jacques is een van de coördinatoren. Vandaag hebben we 63 afnemers. Voor elke afnemer staat er hier een kratje klaar. Die kratjes die zijn gemerkt. Dat wil zeggen, iedereen heeft zijn eigen nummer vanwege de privacy. En alleen coördinatoren weten wie daarachter zit. Ja, we moeten de deur pas, hè? Als jij er doorheen kan, kan dit er nog doorheen. Oké, nog eentje wel, dan zijn we klaar. Er moet nu stevig aangepakt worden om de net binnengekomen producten nog op tijd te verwerken. Die heeft de chili saus gedaan. IJs alleen voor 2, 3 en 4 persoonshuishouden. Nu moeten we eventjes heel snel voor 12:30 alle koelproducten nog even in de dozen en kratten doen. Ze staan er weer. Dat Word-document, dat is ook 46. Nee, maar je hebt er niet voor deze erbij. Ja, ik heb alleen maar diepvries. Ja. Het is 12:30. Ja, we gaan zo de deur openen en dan laten we de mensen binnen. Ik ga mijn volgende nummertjes uitreiken en dan beginnen we. Groente, wat hebben we nog meer? Uien. Dit zijn peren, geloof ik. Ja. Fijne dag nog verder, hè? Ja, oké, bedankt. Tot volgende week. 160. Ja. 160, 1, 2. 1 persoon. Maar en ik sta het is achter niet daar. Het is daar. Oké. Okay. 60. Kan ik je helpen? Ja, dat is makkelijk. En deze zijn zwaar.
Even kijken. Je mag er twee? Ja. Een balletje? Pompoenensoep. Nee, dank je. Niet? Nee. Ik ben ook dankbaar dat het is, maar om het te weigeren, dat is best wel psychisch heel apart. Omdat je dan niet dankbaar bent of zo? Ja, als ik niet dankbaar ben, dat is heel raar. Ja? Ja, dat is echt zo. Pizza dan? Ja. Oh. Kijk, hier leek naar uit. Hey, tot volgende week. Tot volgende week. Ben je tevreden over wat er zeg maar deze week is? Ja, meer dan. Ik ben iedere week tevreden. We kunnen niet klagen. Nee hoor, absoluut niet. En wat vind je ervan dat de voedselbank bestaat? Dat het bestaat, dat is een fantastisch initiatief geweest van degene die het op heeft gericht. Maar dat het moet in Nederland, dat vind ik heel erg. Ja. Ja. Hoe zou het anders geregeld moeten worden, denk je? Dat de regering in Den Haag andere regels en andere systemen hanteert, zeg maar. Ja. Dat we er geen armoede meer kennen. Zijn de vrijwilligers hier vriendelijk? Zeker, heel vriendelijk. Heel vriendelijk, allemaal. Ja, echt waar. Ja, ik ben wel blij met ze, zeker weten. De week van de voedselbank is nog niet voorbij. Want op zaterdag is er ook nog een inzamelingsactie bij de lokale supermarkt. Goedemorgen. We hebben binnen een stand met een lijstje met hun producten. En die kunt u dan kopen en vervolgens in onze karretje zetten. Oké. Ja, goed. Wij hebben briefjes uitgedeeld aan de mensen waarop producten staan die ze kunnen meebrengen, waar wij eigenlijk echt behoefte aan hebben. En die kopen ze dan en leveren ze hier weer bij ons in. Vindt u het een goed initiatief? Heel goed initiatief, ja. Absoluut. Doe ik graag aan mee. En de winkeliers werken er ook aan mee? Ja, dat is ook een vraag van hun vaak of wij dat willen doen. En, want zij verdienen er uiteraard ook aan. Dus, want zij verkopen producten extra die dag. Zo, dankjewel. Zelf sta je hier dan wel op je vrije zaterdag? Ja, dat wil zeggen, we hebben een indeling gemaakt. Gemiddeld gesproken zijn we twee of drie mensen hier per twee uur. En dan komt vier uur, dan ben ik dus klaar en dan komen weer anderen hier. Ja. Hoeveel kratten heeft het uiteindelijk opgeleverd? Het zullen ongeveer 70 kratten zijn die we hebben verzameld. Is dat altijd zo'n aantal? Nou, dat is geweldig mooi. Ja, nee, dus boven verwachting. Ja.